Ik eis onmiddellijke openheid van zaken. Ik heb niets te verbergen. Oh nee! En dat pak je dan! Staat het me niet? Nee, het staat stijf van opgedroogde naagdelieten. Moedig van je om je zomer in de ongewassenheid van mevrouw van Geelkerken te storten. Heeft ze weten te bekeren? Is nog vlot gegaan allemaal. Ze is ook gemotiveerd bij je in te zetten voor het heil van mensen. En heb ik hier nog een patiënt voor je. Ja! Ja, dat was bedoeld als verrassing, maar ik weet niet of het resultaat, maar je kon hem er niet van weerhouden. Heeft hem eenmaal in zijn hoofd gezet om jouw kost vanavond te behagen. Denk jij dat ik op negers val? Oh, nou, maar de viriliteit van het zwarte lichaam is onbetwist. Dan zou je toch met iets anders dan met zo'n mislukte zwarte piet moeten komen. Oh, Eddie. Oh, laat je dat zomaar wel gevallen? Ah. Zit je niet op te letten? Ja, je moet je ook niet al te goed inleven in je rol. Hoor je niet wat ik zei? Nee, daarvoor. Zeg, Eddie, laat jij je dat wel? Ja, precies, en waarom zei ik dat, Eddie? Ja, dat zei ik, Eddie. Oh, Eddie, laat je dat wel gevallen omdat Edda het waard jou te beledigen. Oh, dan hou eens op, man! Je plaatst jezelf onnodig op. Je wordt er niet geloofwaardiger van. Als ik Eddie was, dan zou ik me er niet door laten ontmoedigen. Oh, nee, nou, dat doet je ook helemaal niet. Daarvoor moeten we zwaardere middelen inzetten. Niet zo belachelijk, man. Waar heb je het over? Waar is onze andere gast? Je raakt haar niet aan, Eddie. Je raakt haar met geen vinger aan. Ik moet daar niet aan denken, zeg alsjeblieft. Maar Eddie heeft zich niet van iets zo mooi gemaakt. We doen hem er vast en zeker een plezier mee. Eddie offert zich de hele tijd op. Hij is tot alles bereid. Maar zijn eigen gevoelens, die krijgen nou de laatste ruimte. Ik vind dat geen goed idee. Oh, nou. Heb jij misschien iets anders met? Wat is dat? Riet loopt toch niet in een ondergrond rond, hè? Heeft stiekem een van jouw slipjes gemaakt. Daarom moest zeker die deur op slot. Hij, jullie lagen er zeker net in, hè? Toch of niet? Of niet, oh godverdomme? Of toch niet? Oh god, oh. Alsjeblieft. Neem niet kwaad dat ik jullie gestoord heb. Oh god, ik vraag om verschoning. Excuseer, neem niet kwalijk, het spijt me. Neem niet kwalijk, pardon. Ben je jaloers? Nee, want dan zou ik je slaan. En ik wil je helemaal niet slaan. Ik heb doe, geen reden. Slaan. Jij moet mij slaan. Jij moet mij. Oh, wacht. Nee, of Eddie. Wat moet ik Eddie slaan? Nee, Eddie moet mij slaan. Wat? Nee, waarom? Nee, of vraag je niet afkomen. Hap, kom maar. Ella? Ja, dit is tussen jullie. Nee, kom op, sla! Nee, harder! Ik ben je hond! Sla me dood! Wacht even, maar sta me toe om jou nog even te zeggen hoe dankbaar ik je ben. Godverdomme, hij nou, hou op. Hé! Hey! Sorry hoor. Maar ja, het is net of ik zelf huil als ik haar hoor huilen. Dus... Ik breng haar wel tot terug. Nee. Wacht even. Ik wil nog iets... Ik wil u graag nog even onder vier ogen. Laat Eddie maar even gaan. Ik weet niet of dat nu wel zo verstandig is. Eddie heeft het gehoord. Troost haar. Doe iets als het me ophoudt. Ik weet niet. Oh, is dat nu wel verantwoord? Ach, kom, het is niet tegen te houden. Het is toch al lang gebeurd.